Welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. In deze video laat ik u wat mogelijkheden zien van de digitale cockpit die u optioneel kunt krijgen in het MBX-systeem. De digitale cockpit bestaat uit een 10,25 inch hoge resolutie beeldscherm die achter uw stuur is gemonteerd. Buiten het feit dat het natuurlijk fantastisch uitziet, geeft het ook wat meer personaliseringsmogelijkheden. De bediening van het scherm kunt u doen via de knoppen op het stuur. U heeft een pijltje, een huisje en een touchpad. De touchpad kunt u met uw duim van links naar rechts swipen of van boven naar beneden. U kunt er ook op drukken. En op die manier kunt u het hele display bedienen. Nu ziet u uw standaard weergave. Dat wil zeggen dat u in het midden de kilometerstand ziet. Als ik nou op het pijltje of het huisje druk, dan krijg ik het menu. En dan ziet u dat u standaard in het reismenu zit. Het reismenu, als ik daarop druk, dan ziet u die bolletjes verschijnen, dat rode bolletje. Dan ziet u ook dat het bestaat uit een verticaal menu en verschillende bladzijden. Kunt u een aantal dagtellers vinden, maar bijvoorbeeld ook, zoals u nu ziet, een computerspelletje die u een beetje helpt bij het zuinig rijden. Als u helemaal naar beneden gaat, dan kunt u zelfs een volledige weergave krijgen. En dan ziet u bijvoorbeeld links uw verbruik en rechts ook weer dat computerspel. Dus op deze manier wordt u een beetje ondersteund in zuinig rijden. Bent u nou een beetje aan het spelen met dit systeem en wilt u in één keer weer terug naar de standaard weergave waar we net waren, dan kunt u links op die pijltjes toetsen drukken, die kunt u ingedrukt houden en dan komt u ineens weer terug bij de standaard weergave. Dus even een handige tip. Via het menu kunt u bepalen wat u tussen de tellers ziet. Dus u kunt het reismenu zien, maar u kunt ook assistentie zien. Dus dan ziet u uw auto en dan ziet u een beetje wat er om u heen gebeurt. Een beetje afhankelijk van de veiligheidsfeatures die erin zitten. Standaard heeft u een radar en een spoorassistent in de meeste auto's. Als de spoorassistent ingrijpt, dan ziet u dat hier ook. Heeft u nou het volledige rijassistentiepakket, dus een stukje autonoom rijden eigenlijk, dan kunt u eventueel ook gebruik maken van deze volledige weergave. En dan krijgt u behoorlijk wat informatie over wat er om u heen gebeurt. Nou, dat ziet er natuurlijk mooi uit. U kunt ook naar telefoon, dan ziet u de laatst gebelde nummers en dan kunt u makkelijk iemand terugbellen. Als u naar navigatie gaat, dan krijgt u, zoals in de meeste voorgaande modellen, navigatieaanwijzingen als u navigeert. Dus een pijl met afstand en eventueel de rijstroken. Maar in het nieuwe MBX-systeem is het heel mooi, want als u naar beneden gaat, dan kunt u ook een digitale kaart zien. En soms, in sommige auto's, ligt een beetje aan welke opties u heeft, kunt u ook een volledige kaart krijgen. Nou, dat ziet er natuurlijk heel mooi uit. Daardoor is het makkelijker om te rijden en wordt u minder afgeleid van de weg, omdat het scherm direct onder het voorraam zit. Als u die weergave heeft en u gaat van links naar rechts met de touchpad, dus swipen zoals het heet, kunt u in- en uitzoomen. Nou, dan kunt u goed om u heen kijken waar de files staan. Als u de touchbutton ingedrukt houdt, kunt u kiezen voor een andere weergave bijvoorbeeld. Dus dan wordt de kaart anders weergegeven. Ik rij meestal op 3D, omdat je dan wat verder naar voren kan kijken. Verder kunt u nog een radiozender kiezen. Als u op media drukt, dan kunt u, als u bijvoorbeeld een Bluetooth audio heeft gekoppeld, dus uw telefoon heeft gekoppeld en Spotify heeft lopen, kunt u daar van nummer switchen. En een van de leuke features van dit systeem is dat u stijl en weergave kunt kiezen. Als u daarop drukt, dan ziet u nu dat u de klassieke tellers heeft. Maar u kunt hier verschillende tellers kiezen. U kunt ook zeggen, ik wil sportieve tellers. Nou, dat ziet er natuurlijk gaaf uit. Zeker als u een auto heeft met AMG-pakketten, past dit er mooi bij. U kunt ook kiezen voor progressief. Dat is een wat meer digitale, futuristische look. En ingetogen wil zeggen dat u eigenlijk links en rechts weinig verlichting heeft op de schermen. Dus als u een lange nachtelijke rit heeft, dan zorgt dit ervoor dat u wat minder licht heeft. Door het pijltje ingedrukt te houden, komt u weer in de tellers. En als u terug gaat naar de normale klassieke tellers, dan ziet het er weer uit zoals voorheen. Nou, verder kunt u bij service ook nog wat informatie over de auto vinden. Als u een storing of een melding heeft, dan kunt u dat hier zien. Kunt u bandenspanning zien. Dat ziet u pas als u een stukje gereden heeft. U kunt zien wanneer de volgende onderhoudbeurt nodig is. En koelvloeistof en motoroliepeil kunt u bijvoorbeeld zien. Ook handig. Buiten het feit dat u via het menu kunt kiezen wat u tussen uw tellers inziet, kunt u ook naar links of rechts swipen. Nu heb ik naar links geswiped.
Zoals u ziet, ziet u linksboven de teller die bolletjes. U kunt dus ook verschillende weergaven in de teller krijgen. Dagtellers bijvoorbeeld, of ook weer het zuinig rijden. Bluetooth audio. Dat kunt u ook rechts doen. Ook rechts in de teller kunt u verschillende weergaven krijgen, waaronder ook bijvoorbeeld de navigatiekaart. Dus dit is zeker leuk om even mee te spelen. Uiteraard staat er nog meer informatie in het scherm. U ziet linksboven, of eigenlijk hier in het midden, ziet u de temperatuur, de tijd en of uw cruise control of speed limiter aanstaat. Uiteraard ziet u of uw start-stopsysteem werkt, of uw handrem aanstaat, maar ook uw verbruik is hier te zien en de actieradius, spoorassistent. En ook in welke stand de hendel staat van uw automaat. Daarbij ziet u ook het rijprogramma. In dit geval is dat comfort. Dus de C van comfort. En de temperatuur van de koelvloeistof uiteraard. Nou, op deze manier heeft u even wat mogelijkheden gezien van de digitale cockpit. Ik wens u een hele fijne dag en heel veel rijplezier in uw Mercedes-Benz.